Hey, wat superleuk dat jullie kijken naar onze vlog. Tijdens de Eco-marathon gaan we kijken wat onze theoretische efficiëntie is voor het wereldrecord. We nemen jullie in deze vlog een beetje mee in onze reis hier naartoe. Hey allemaal, we zijn net vertrokken voor de Eco-marathon. Dus we zijn nu onderweg naar Zuid-Frankrijk. En we gaan jullie een beetje meenemen in onze reis. We hebben nog 12 uur te gaan en we houden jullie op de hoogte. Lekker. Ja, die zijn nog in Gent. Het geestje was al gestopt ergens. Fitcheck. En zijn jongens gewoon traag. Ik weet niet of ik dat zo tactisch vind. Dit is echt een mooi plaatje voor Toyota. Niet zo eco, hè? Niet zo eco! Is hij heel aangekomen, jongens? Hij is heel. Mooi. Oké, we zijn hem nu aan het uitpakken. Like, subscribe. Gaat helemaal goed. Nou, dit niet. Oh, ja, dank je wel. Nou, dan doe je met het pet of zo. Ja, als je nog als de moeder naast me zou staan, dan zou het waarschijnlijk ook echt. I like my worms. Extra slimy. Oké, we hebben allemaal, allemaal de teamkleding aan. Klaar om te gaan. Oké, ik ga terug. Ik weet het. Mag ik wel voorin? Hier is het... Spoedontbijt. Sneller, sneller. Wedstrijdje ontbijten. Zo, bijna in navel eraf. Hoi. Wat zijn we aan het doen? Wat gaan we doen? Binnen. Laat zien. Ik ga vragen voor een nieuw foto. We zijn net aangekomen bij de Eco-marathon en we zijn net ook ingecheckt. We zijn onze paddock aan het klaarmaken zodat we onze eerste testrit kunnen maken op de testbaan. Waarom, wat was het voor test? Het was een test om te kijken of de auto de brancard auto kan houden. Oké. Eigenlijk alle ladingen die het gaat tegenkomen tijdens deze wedstrijd. Ja, voor de veiligheid. Ja. Film even hoe het moet. Ja, jullie dit. Ja, dus vandaag hebben we de ademwagen uitgepakt, we hebben alle auto's uitgepakt. De Eco 13 staat daar mooi in zijn paddock. We zijn nu gewoon eigenlijk alles aan het inrichten, heel veel aan het opruimen, kijken wat we nou echt nodig hebben, wat we nou
gewoon ergens in de auto kunnen laten stallen. En dan ja, morgen gaat het beginnen. Morgen kunnen we in principe de technische keuring al afhandelen. Dus als alles goed gaat, dan is die auto morgen gekeurd. Dan kunnen we het circuit op. Morgenmiddag gaan we met een paar mensen een rondje lopen over het circuit. Om te kijken hoe het eruit ziet. En dan kunnen we gaan. Welkom bij Ecorunners Deel de Wereld. Vandaag neem ik jullie mee in onze paddock. Kom! Dit is de plek waar het allemaal gebeurt. Je ziet hier de engineers in het wild. Oh hey! Dit is de Eco 13. De auto die het allemaal moet gaan doen. Ga naar de achterkant van de auto. We zien hier een engineer in het wild. Han, wat ben je aan het doen? Ik ben de flow meter casing aan het fixen. Dat klinkt super gaaf. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar de registraties. Daar gaan we onszelf registreren met de teammanager en de driver, de second driver. Dan kunnen we logos ophalen en telemetry en dan gaan we van start. Oké, Faiko, hoe voelt het om first driver te zijn? Nou, leuk, verwaardelijk. Beetje spannend, maar gaan we goed komen. Gaat helemaal goed komen. Kan er van vandaag wat gaat hij ons uit? Weet je wel over hoe we zouden doen? Thomas, wat zijn jullie aan het doen nu? Ellendige dingen. Okay. We proberen nu de rijhoogte van de wielen hoger te maken, zodat we door de technische inspectie van de set komen. Want wat is hij nu? Hij is nu 94 ongeveer. En wat moet hij zijn? 100. Okay. Dus een klein beetje maar. Ja, die krijgt nu een briefing. Dat is niet goed. Tijdens de Eco-marathon hebben we twee drivers. De first driver en de second driver. Tijdens een noodgeval is het nodig dat die er onder de 10 seconden uit moeten gaan en uit moeten kunnen stappen. Gisteren hebben we dit al uitgebreid geoefend. Jannie gaat oefenen met het uitstappen in geval van nood. Ik ben benieuwd. Lekker. De inging ook al een stuk beter. Het kan niet echt met je linkerbeen als je zo een soort van. Ik weet niet of zij dit. Nee, oké. Okay. Nee. Dit man. 2, 1, go. Help. En 9,58. Hoppa! Nou, dus naast wat Eliane net liet zien, snel de auto uit kunnen komen in geval van nood, zijn er nog heel veel andere regels waar we ons moeten aan houden volgens de Eco-marathon. En dat is waarom we morgen en overmorgen een uitgebreide check hebben eigenlijk, waarin al die regels worden nagegaan. En dat gaat ook heel erg vooral veel over veiligheid. Naast is het snel goed uitkomen, gaat het ook over, is onze auto nog lekvrij? Gaat er geen waterstof de lucht in? Is hij breed genoeg, hoog genoeg? Doen alle veiligheidssystemen het? En zo gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat onze auto straks veilig kan laten zien dat hij ongelooflijk efficiënt is. Dus dat worden spannende dagen. Hopelijk komen er alle checks, maar ik heb er niet veel zin in. 3, 2, 1, op! Ja, dit zit dit ook. Ja. Nog een keer. Hey. We zijn hallo mensen. Door... Die zien is het brandalarm afgegaan, dus we gaan er vandoor. Straks is een ernstig ongeluk en dan hoor je mij lachen.
Het brand wel. Het brandalarm is af. Oké, jongens, het brandalarm is net afgegaan, maar er is één klein probleempje. Wat is er gebeurd? Andy zit vast in het toilet. Okay. Yes. Op dit moment zijn we druk bezig met een stukje cellofaan achter de stickers plakken, zodat we alle stickers zo later ook weer af kunnen halen. Heel erg bedankt voor het kijken naar de eerste vlog. In de tweede vlog gaan we jullie meenemen door de hele technische inspectie heen. Wat ook een heel spannend moment gaat worden of de auto veilig genoeg is en of alles tip-top in orde is. Dus kijk mee.